Deze, zo in deze video heb ik het erover dat Valve lokt meer dan 40.000 Dota 2 cheaters in de val. Valve heeft meer dan 40.000 Dota 2 cheaters verbannen met een valstrik. Dat schrijft het bedrijf in een blogpost. Het gaat om cheaters die third-party software gebruikten om een oneerlijke voordeel ten opzichte van andere spelers te krijgen. Zo kunnen ze cheats, de fog of war wegnemen of auto-aim en auto-dodge toevoegen. Valve lokte deze cheaters uit de tent met de zogenaamde honeypot-tactiek. Oh, zo, ja, ik snap het denk wel, want je wordt ook uitgelegd. Het ging daarbij om een sectie aan data die nooit gelezen kon worden door reguliere spelers, maar alleen zichtbaar was voor cheaters. Maar dat is wel slim, ja. Valve kon zo zien welke spelers deze data hebben gelezen en op basis daarvan ben zou delen. Valve besloot om dusdanig groot aantal spelers te verbannen om ons standpunt duidelijk te maken. Als je een applicatie gebruikt die gegevens van de data client leest terwijl je spellen speelt, dan kun je account permanent verbannen worden door van data of Dota. Dota, sorry, zei het verkeerd, sorry. Dit is ook van toepassing op professionele spelers, die dan ook niet meer mogen deelnemen aan competitieve Valve evenementen. Het bedrijf volgt: Dota is een spel dat het leukst is als er eerlijk wordt gespeeld. Wanneer er gewonnen wordt dankzij bekwaamheid en volharding, we verwachten dat sommige spelers daar zullen gaan met het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe cheats en zullen blijven proberen om andere spelers te verslaan door vals te spelen. We gaan door met het opsporen en verwijderen van deze exploits en zullen gebruikers de vals spelen blijven bannen. Ja, de vals spelen is eigenlijk altijd. Ja, de cheats zijn altijd wel een ding, want zeg maar hun. We hebben een nieuwe software uit, zeg maar, die dan die cheats moet herkennen. Maar dan hebben de meestal de cheats wel daar iets op gevonden. Nog nieuwere software en die kan het dan niet herkennen. En zo gaat de hele tijd op, zeg maar. Gewoon zo op tegen elkaar. En ja, voor mij kun je gewoon met de cheats voor altijd aan de gang blijven, denk ik. Ja, er blijven altijd wel nieuwe cheats komen eigenlijk. Die dan net weer iets nieuws kunnen vinden, waardoor ze weer kunnen cheaten. En ja, natuurlijk moet je het wel tegengaan, want anders is het helemaal niet meer leuk om te spelen natuurlijk. Maar ja, het blijft gewoon moeilijk natuurlijk. Want dan hebben ze net weer die software geüpdate en dan hebben de hackers nog eens nieuwe software. En dan kunnen ze dan, ja, dan kan die software gewoon niet traceren, zeg maar, dus die ziet dan niet. En natuurlijk altijd hacks rapporteren als je ze ziet. Gewoon altijd doen. En ook al denk je van, ja, het zal wel geen hackers zijn, ik zal wel slecht hebben gespeeld, gewoon rapporteren. Want er gebeurt bij jou toch niks als je Valve rapporteren doet. Dan moet je niet te vaak natuurlijk, dan misschien wel, maar alleen als je echt denkt van dat kan niet, dan zou ik het gewoon rapporteren. En anders krijg je anders krijg je een bericht van, oh, we hebben hem verbannen. En als je geen bericht krijgt, dan gebruik je waarschijnlijk geen cheats. Dat kan gewoon ook, dan had je gewoon ja, pech, zeg maar, dan was die ander gewoon beter, ja. Dus ja, gewoon altijd rapporteren, niet te vaak natuurlijk. Het moet wel echt lijken alsof. Ja, alsof hij cheats gebruikt en niet zomaar, zeg maar, gewoon omdat jij verloren of zo, omdat hij ander beter was, niet zomaar. En ja, dat was wel een beetje voor deze video. Ja, ik hoop eigenlijk dat Epic Games of zo hier ook wel iets mee gaat doen, zeg maar, dat ze ook zoiets gaan doen. Want we hebben ook best veel, zeg maar, bij Fortnite. Ja, die heb ik gelukkig niet gezien, maar dan weet ik wel dat er veel zitten die third parties gebruiken. Dus dat ze daar gewoon iets op gaan vinden, waardoor je dan ook zo'n bericht krijgt, waardoor ze die ook gaan bannen. En ook niet dat dat zo is als je bijvoorbeeld Internet Explorer of zo, net zoals ik heb Internet Explorer nou open. Dat je open hebt en dat je dan wordt verbannen. Ik hoop dat het daar niet door, dan, dat ze dan niet zo doen, maar dat je wel, zeg maar, als ze een bepaalde software zien, dat ze dat dan doen. Of als je met OBS, net zoals ik met OBS aan het opnemen ben, dat je dat dan ook, ja, dat ze dan gaan bannen. Dus ja, daar moeten ze wel iets goeds op vinden natuurlijk. Niet als je gewoon aan het opnemen bent, dat ze dan gaan bannen. Want het is een third party service. Dat ook niet dat ze dat zo gaan doen natuurlijk. Nou ja, zoals ik al zei, dus ja, ik hoop dat meer games dit zo gaan doen. En ja, ik hoop dat jullie voor de rest de video interessant en leuk vonden. En vergeet niet om te liken en te abonneren.